Ja jongens, jullie zien het. Het is natuurlijk hartje zomer. Het is alleen niet aan het weer te zien. Maar wat wel zo is, ik ga weer met Daniel en Wietse een nachtje vissen. Het is lang geleden met het hele team. Ik ga gauw de spullen uitpakken en met de trolley alvast mijn spullen naar de stek brengen. Twee schooiers die komen er zo meteen aan. Ik zie jullie zo meteen als de schooiers er zijn. Daar heb je hem. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. We zijn er weer. Zonnetje reizen zit. Het is weer hartje zomer. 5 lekker, juli. Hè? Ja, helemaal kut joh. Je zou denken de zomer is begonnen, maar... Kijk, is Daniel aan het voedralen. Jongens, wat gebeurt er? We zijn goed bezig. Zo is dat. Allemaal nieuwe mooie spulletjes. En we gaan vanaf de oude wedstrijd wel vissen met z'n vriendjes. Ja, het wordt tijd. Ja, het is onderweg. Vorige week hadden we natuurlijk te maken met de EK-special, maar dat is vanavond ook wel... Vandaag is echt de EK-special. Aan de orde inderdaad. Spanje tegen... Duitsland. En we hebben Portugal tegen Frankrijk. Ja, we moeten avondje voetbal kijken. Toppetjes, tafeltjes mee, iPadje mee. We gaan genieten. Zo is dat. We zijn er op de stek aangekomen. Je ziet het water ligt er super lekker bij. Rustig en de boy die heeft voorgevoerd. Ja, 2 dagen hè. Luie hond, je hebt weer niks gedaan. Ja. Zijn we meteen weer mijn stekje afromen? Nee, jij hebt eerst stekkeuze vind ik. Vind ik ook. Als Wietse het daar ook mee eens is. Ja, dat zal wel niet. Ja. Een lekker stukje gelopen met de trolley. Oké, maar als jij als visser, wat zou je dan stekken kiezen? Hier zo, dit mooie water. Ik heb jullie video nog niet gezien van vorige week. Nee, daarom. Ja, mijn intuïtie, het eerste gevoel dat zegt tegen eilandjes, tegen koppie. Koppie. Misschien tegen het ene uitkijktorentje daar verderop. Dit gedeelte hier links heb ik nog helemaal niet gezien, dus... Daar gaan we ook even kijken. We gaan gewoon even kijken. De jongens zeggen, haal even boodschappen. Haal even boodschappen, ja. Ik zeg, ja best, god voor 60 euro verder, met z'n drieën. Hey. Boodschappen zijn duur aan het worden. Wie zit hier nou? Wat een junk. Zit een hartstig ook op onze stek. Dat is zo'n monnik, weet je wel. Hallo. Hallo. We gaan niet vissen, maat. Oh ja, nou, lekker rustig. Je ziet het, alles voor onszelf. We hebben zelf een stekbewaarder. Geen engelbewaarder. Een stekbewaarder. Oh, is het hem? Is het hem? Het is hem. Hallo. De? Ja, jongens, we zullen hier even bijpraten. Op dit moment zijn we nog niet. Nog 40 abonnees. Maar we zijn er eigenlijk wel. Ja. We gaan zorgen dat deze video... Dit is de 30k special. Na 11 we hebben er wel naar gewerkt. Ja. Met z'n drieën. Mooi team. 30k. En je weet wat dat betekent, hè? Ja. We gaan echt hele dikke vis vangen. Moet. Alle drie. Moet gebeuren. Want... En het EK. Lekker voetbal. Daar staat het klaar. En deze jongen heeft 10 kilo gevoerd in 2 dagen. Ik zat altijd aan die andere kant daar. Ah, je zit hier veel beter. En dus we hebben een stekkenbewaarder. Geen engelbewaarder. Die junk is aan het zwemmen. Maar we hebben daar een stek voor jou vrijgehouden. Wat dan? Ja, er zit daar een kerel hartstroken en te zwemmen. Serieus? Ja. Ja, hij is aan het zwemmen. Hartstikke. Weet ik veel. Hij is gek. Ja. Wim, wolfgek. Waar is die? Kom maar over. Echt ver. In mijn beleving is het was veel kleiner. Oh. Daar zijn ook iemand. Is hij? Hij staat erop. Strijden. Hey, ik was nog de enige met een onderlijntje voor wat. Die gasten zijn al even aan het knopen. Dus we kunnen als eerste varen. De bootje zit rekken vol. Tiger in het crush. En Chatten de soldaat heb 2 keer 5 kilo gevoerd, toch? Dus dat is mooi. We hebben ook het kurk trucje van Chatten toegepast. Dus ja, je zou denken dat het goed moet komen. Ik ga echt varen. Waarom ga je hier liggen? Jij ligt hier helemaal niet. Bij die brug. Oh, had jij steenpjes gewonnen? Ja, gewonnen ja. Kut, zwee. Ik win altijd vandaag. Geluksvogel. Zo is het even. Bang bang. Ik ga hem denk ik 2 meter ervan afdoen. Ja. Wel in het midden. Ja. Dat is voor die brug, hè. Dus niet in het smalle gedeelte, gewoon 2 meter daarvoor. Waar die 1 uur is ongeveer. Ja. Zeg maar goed ja. Ja. En, vertrouwen? Ja jongens, eerst onderlijntje geknoopt. Ik zal het even laten zien. Hij is vlijmscherp met daarin... Jan Kirk. Jentje. En Chaka. Het gaat dan zo mooi boven de bodem staan. Ik ben het echt fucking erbij. Kijk zo. En dan sleurt hij hem op en dan is het hangen. Kan niet missen, hè? Kan niet missen. Met het welbekende D-tekeningje? Het D-tekeningje. Hier zit hij. Helemaal gek. Yes. Ja jongens, jullie zien het. En Hartman tegen elke kreeft. Is die gewoon hard. En kijk, normaal zou die bolie er al lang afgeknipt zijn. Al lang. Zou je met alleen een stukje kurk vissen, dan vang je niks. Dus daarom, koop die hardwans, hang ze eraan. En ja, dat is een hardwans. Ik heb
Nee, nu geen Hartwan. Misschien vanavond. Misschien vanavond. Van wie krijg je wel een Hartwan? Van wie niet? Yo, Tijnde, hoe staat het ervoor? Ja jongens, het gaat goed. Spanje 1-0 voor. Tegen? Duitsers. Het is de kraken van het EK, hè? Het is de kraken. En met Fus bedoel ik eigenlijk. Oh. Nou, de eerste twee Engels liggen. Daniel is ook zijn eerste Engeland uitvaren. En Hey, daar gaat je topscoren. Nee joh. Nico Williams. Ziet er nou uit? Ja. Morata ook? Nee. Die ook allebei is topscoren. Ja, kijk. Zonde. Ja, het gaat dus goed. De eerste twee Engels liggen. Ik heb mooi erheen gelopen. Perfect neergelegd. Netjes omheen gevoerd. Oké. Okay. Dus perfect. Mooi. Daniel, hoe staat bij jou? Ik ben eerst helemaal. Wat is de stand van jouw zaak? Eerst helemaal gaat naar het water. Zie ze daar klaar staan. Tweede helemaal is ook klaar. De boys willen eerst even voetbal kijken, dus gaan ze allebei het water in donderen. Chitja, moet even uitleggen waar ik heen moet vissen. Ik ga even voetbal voetbal. Nou, succes. Jongens, we zijn lekker aan het bakken. En kijk eens eventjes. Omdat het de 30k special is, drie burgers staan allemaal voor 10k, is 30k. Dat is mooi. Ondertussen Duitsland 1-1 gemaakt. Florian Vriets, daar zijn we niet blij mee. Pleuris Duitsers, we zijn voor de Spanjaarders. Lekker weer, mooie vrouwen. Broertje. En Chris Bootjeveer. Jullie Engels liggen, hè? Yes, allebei twee. Ben je aan het bakken? Ja, dat zeker. En dan ga ik eens even mijn laatste Engel ook uitvaren. Zuidje uit mijn auto. Oh jongens, de tweede helft Müller, van de vereniging. Voelkroek. Oeh, wat denk je dat wordt je? Allemaal omheen. Wat denk je? Niet. Nou, wat denk je? Ik hoop dat Spanje wint. En wat is nog meer goed nieuws? Dat kijk, een lekker burgertje. En is dat zo? Kom maar even door, Sjefke. Wat vind jij ervan? We gaan, ja, ik vind het beste. Voorspelen voor de voetbal? Vanaf dit moment? Ik heb mijn toch al fout. Hij had op de zin. Nee. Voor? Ja. Nee. Voor Duitsland. Voor de tiefste Duitsers. Meteen. Schade. Koekerega. Hey jongens. In alle hectiek van de voetbal hebben we eigenlijk niet veel gefilmd. Maar alle jongens liggen inmiddels. Ik moet nog wel één stack bijvoeren aan de andere kant van het water. Dus ik ga even met de broedworm houtboetbollen van tijgenootkopen.nl even omlopen. Nee, ik ga niet met deze. Dus een beetje te ver. Maar ik ga ook voeren voor de ratten. Ik hoor dat hier met je ratten zijn. Hey, op rotten. Even voor het kantje. En dan ga ik dit zakje even voor de carps voeren. Tot zo. Ja, ik film! Ja. Ik zei toch, die stek bij... Ja. Zo'n godver. Die stek bij die... Bij de ladies, zei je. Ja. Ik heb nog net gevoerd. Shit, het is weer lekker gevoerd, hè jongens. Echt, jongens. Is dat lekker? Heerlijk. 20 minuten moet hij binnen zijn, dan begint de voer. Zo, wat? Die gaat snel? Lekker wijd op. Ja. Jongens. Hoe lang ligt die in? Ja, voor... Een uurtje, half uurtje. Half uurtje. Ja, en nog in die voederaal. Lekker! Lekker pik. Hoppa. Zo, dan heb ik je toch weer goed gezet. Je hebt me goed gezet. Kijk zo. Een beuken? Dat is een beukentje. Ik denk dat het een spiegel is. Ik denk het ook. Klein voorvermoeden. Kijk, je ziet het daar in de verte al. Ik zou hem filmen. God. Hoe noemen we hem? Of bij voornaam? De Mexicaanse spiegel. Dat is Musiala. de slangenspiegel. Ja. Doet schuimbeweging voor de kant. Is een beetje scherm pakken. Ja. Godverdomme lekker. Ging snel. Is dat lekker? Hey, box. Goed hoor. Heel snel. Niet normaal. Ja, die lelies lagen daar ook verleidelijk. De enige lelies op beeld water. Kijk, hij ging er echt als een haas vandoor. Die top die stond helemaal zo. Kromme loeien in je broek. Niet normaal. Oh ja, laat hem eens even tikken. Nee, ja, hij is wat mee. Tik. Kijk, nieuwe molens. De oude van Jomer. En kijk eens even goed, jongens. Hele top, nieuwe hengels. Hey, hou maar stil. Ja hoor. Maar hij zwemt mee, ik moet wel een beetje drukken. Oké. Zo lekker door het leven van niet zee. Ja, dat doen we het voor. Helemaal lekker. Helemaal lekker. Jongens, voor de 30k special doen we tijdens het drill allemaal een voorspelling van het gewicht. Oké, dat is wel een goeie. En de verliezer moet 20 keer opdrukken. Ja, is goed. Ja, okay. Hoe voelt hij? Ja. We moeten hem dan wegen. Ja. Ik zeg 6,5 keer. Oké, Daniel. Ik zie wel in de verte de boel van water komen, dus heel groot zal hij zijn. Mijn steven gaat naar 7,5. 7,5? Ja. Zou ik er dan heel smichtig tussenin gaan zitten, zou ik het sowieso niet fout kan hebben? Of zou ik gewoon lef nemen? Ik zeg 8 kilo. Oeh, 8 kilo, oké. Okay. Dit is al een week. Nee. 20 keer afdruk, hè? 20 keer. Hey, daar is hij, kijk. Kijken? Gelijk maar boven water. Knol. Nee, dit is hem. Mexicaanse spiegel van 8 kilo. Lekker betaalwater hier, hè? En als je verspilt, moeten we allemaal.
Maar als niemand het goed hebt. Nee, ja, degene die het vers vanaf zit, die moet duwen. Ja, hallo. Ja, hij is niet heel goed hoor, kijk. Ja, maar 8 kilo is te snel hè. Ja, tegenwoordig wel. Mat telt mee. De mat telt mee hè. Mat telt mee. Hoi! Is dat helemaal een kuilenboom, gek? Ja, maar... Blokken. Kijk, hij is best groot. Hij is een spiegel. Hij is best groot hoor. Ik zag spiegel. Hij... Ach, zo! Zo! Los? Ja, hij... Nee. Zo, zie je, dit is echt Musiala, hè? Hij is los, hij is los. Nee, joh. Nee. Nee. Zo, wat doet hij? In één keer. Wat is dat nou? Nee, hij is klein. Hij is heel klein. Nee, hij is klein. Nee. Als je verspeelt, dan moet je 100 keer opdrukken. Dat is een goeie. Zo, wat doet hij allemaal? Het is echt Musiala, hè? Musiala, wat doet hij? Weet je wat deze kan doen? Hij is samen, man. Musiala, jongens. Jezus, echt een knor. Oh, Chitten moet opdrukken. Ja, dat denk ik wel. Zo. Hoppa, kat in de bakkie. Ja? Ja, ja. Is hij erin? Ga ons maar opdrukken. Ik ga hem wel liggen, hoor. Het is slangenmes. Laten we eens zien. Hij is toetouw. Zo. Ja, nu moet je het slangenmes doen. Nee, moet je het slangenmes. Ja, dat moet je doen. Ik ga opdrukken. Denk, we zijn er. Ik ga wel filmen. Ja, dames en heren, Musiala het slangenmes, van de rechterflank van het water. Ja. Moet die gekker worden. Ja, het is wel klein, hoor, jongens. Zo, ik val mij om. Dat is echt een hele lange, dunne slangenvis. Polder. Hoe zit die raakt? Zit het DT-knikje er nog aan? Nee, die zit er niet aan. Het is een Westlandse polder. Kijk. Poldersnoek. Perfect. Franse brazen doen we dit. Met het DT-knikje. Zo, hij zit echt heel diep aan. Zit er een scheet te laten? Zo vies, oké. Heel zijn broek vol. Ja, ah joh! Kom maar. Dat is wel oké. Bisleppie. Schijt hij nou heel je arm onder? Nee, dat valt niet. Staat ook weer. Staat een dikke korf, moest hij halen. Nee, kom eens, kom zitten. Kom zitten. Hij filmt. Ja jongens, moest hij halen van de rechterflank, daar is hij. Het is niet gek hoor. Het slangen mens. Een slang, half mens. Maar daar is die kapotte vinnen wel. Ja. Het is zonde. Ja, en wat is het mooie van deze vis? Dat die slank is. Nee, nou, de weddenschap. Dat chat de 22 keer. 22 keer. Ja, goud hoor. Deze jongen mag zelf zwemmen, groot is hij niet. Wat voor bol kan hij? Hotuna, tijgerdutko.nl, het bekende recept. Nou, ja joh, wat zou die wegen? Wil je nog wegen chat of niet? Nee, het hoeft niet eens. Okay, we zijn van de Noorhof. Met een lekker beurtje op. Duikvuur. Hij mag opkrassen jongens. Hij gaat er lekker zijn oma halen, op de vader. Zijn opa, daar is hij. Hij is wel druk hoor, van zijn kool. Nee, weg ben je. Okay, tijd voor de volgende hemel. Water. Goed zo. Nou dames en heren, we hebben net een weddenschap gehad. Wie het dichtst bij het gewicht zit. Qua schatting, en Chitty heeft verloren, die gaat nou 20 keer opdrukken. Met klap toch 20 keer? Met klap? Ja. Kan je dat? 1, 2, laat ze even zien wat je in huis hebt. Okay. Broek uit, shirt uit. Deze zijn kontdraaggewicht, hè? Klappen kan wel even. Ben je gek? Even, de laatste 10 klappen. Oké. Okay. Kan je 5. 8. 12. 20 mafjes. Hey. Niet zo even te klappen. Goed bezig. Zo, inmiddels de tweede wedstrijd van de avond. Portugal-Frankrijk. Wie hebben we daar? Ja. Bekende man. Hebben we nog wat te vertellen, Bram? Hebben we nog gevist? Ja, ik hoop dat jullie net zoveel vangen als mijn eerste. Eerst is binnen. Hè? Nee joh. Ja. Zeker door de regen. Maar het zit hem wel opdrukken daardoor. Ja. Wat dan? Minder. Ja, we deden een voorspelling hoe vaar die was en ik had verloren. Tijdens de drill moest je ze voorspellen. Ah, niet gewogen maar echt. Niet. Ja, dat was echt knollie. Echt knollie. Ik zei 8 kilo. Eilandje zeker. Maar we hebben daar, allemaal stek. Waar hebben die steur nou gevangen? Ja. Oh. Wie weet komen jullie er ook. Lekker man. Oké, okay. Ga je hier zitten. En hoe is het met je vriendin? Ja, rustig aan. Goed zo. Ik ben uitgezwaaid vandaag. Dan ben je diezelfde. Die andere, hier, Chitten, zet je goed, pik. We zitten niet. Zo, niet normaal, ouwe. Allemaal takken door beleid. Nee, joh. Hij ging hard. Hij ging er vast voor hard. Kijk, hoppa. Zo, hij ging echt hard. Ja. Hij zwart al naar links, dus. Ja, dat komt wel goed. Oké, jongens, we gaan weer voorspellen. Brandt het ook mee?
Nee, ik doe zeker. Ja, jawel, jawel. Je moet kilo's spellen nu. Daan, zeg het maar. Ja, ik durf het niet te zeggen. Jawel, jawel. Jij hebt nog de meeste kans nu om te raden. Ik zeg 6,5. Safe. Ja, ik weet het niet. Die tank eraan is helemaal kut. Ja, Bram, help hem even. Spring erin. Spring erin. Bram, spring erin. Er hangt een lijntje aan die tank, zo kijk. Ja, jouw lijn. Nee, wat anders, kijk. Hij schuift naar beneden ook. Hier heb je hem gevangen, hè? Camoufleren toplet, jongens. Gewoon allebei je hengels afgegaan. Binnen twee uur. Binnen een half uurtje. Bij die eiland hadden we vorige keer 4 runs. Ja, we draaien. Ja, ik heb eigenlijk de slechte stek gekozen, bro. Ik mocht de eerste stek kiezen. Wat heb je gekozen? Ja, het hutje. Oei, ik had toch voor de zijsloot gekregen. Ja? Hutje op de hei. Je hebt ook maar 2 runs alleen omdat we hem hadden verplaatst. Ja, maar ik had wel vertrouwen in het hutje. Ja, Daniel heb? 6,5. Wietse? 7. Jij zegt 7, wat zeg jij? Ik zeg helemaal niks. Ja, Wietse, jij bent. Wat zeg jij? Nee, jij bent eerst. Nee, ik ga helemaal niet, niks ik was net als eerst. Ik heb net opgedrukt. Ik heb net opgedrukt. Ik ga als hey, jongens, ik kom bijna boven. Ik was net als eerste. Ja, jij bent eerst. Nee, ik ga het niet zeggen. Okay. Jij bent eerst. En Bram ook. Wat zei jij Daan? 7? 7. Ik zeg 6,5. Ik zeg 6. Dit wordt opdrukken voor. Oké, okay, wat is de voorspelling? Ja, 4 kilo. Daan mag drukken. Hoppa, schoot net niet bij. Je bent knolrossen vanavond. Ja, knolrossen zijn niet normaal. Maar wel de 30k special, hè? Ja, hey, we gaan. Ja, dit is een opdrukking, denk ik. Zeker waard. Ja, hun zitten gebakken. Je had beter die 6,5 kunnen. Hey, Bram, we hebben 30 lijst abonnees, hè? We hebben net zelf het richting geknipt, Daan. Ja, zeker. Wat voor richting? Ja, gewoon normale bezig richting. DT, toch? Nee, dat is geen knikje deze keer. Nee. Mooi in de onderlip. En jou, hoe is het met jouw knikje? Heel goed. Hoe is het weegschaaltje netjes teruggezet? Oké, okay, gewichten waren 7 voor mij, 6,5 voor jou. 6 voor Wietse. Ja, makkelijk! 5,5. Daniel, ik heb echt perfect perfecte inschattingsvermogen. Twee keer op rij goed. Laten we even zien. Hey? Twee keer op rij goed. Goed, jongen. Kijk, hij is een beetje druk. Dus broertje. Hoe heet hij? Tony Kroes. Nee, Walter Kroes. De broer van Tony Kroes. Nee, jongen. Even rustig. Ja, hij is maar klein, Joy. Fotootje. Ja, we gaan ervan. Hond, koes, Nederlandse broer. Tony Kroes. Hoe vaak? 50? 20. Ah, joh, kinderspel. Even grappen. Nee, joh, ik ben gek. Hey, Sja. Beetje enthousiasme, kom. Ja, hup. Holland, hup. Deze voor Tony Kroes. Tony Kroes. Tony Kroes. Tony. Springen. Kroes. Grappen. Tony. Kroes. Sakara. Tony. Kroes. Hoe vaak ben ik? Ja, je bent denk ik al dik over de 20. Ik wel, hè? Zijn wel goed, zo. Push. Netjes. Het zit hem op lenken. Hey, daar staat we gaan wel weer raden. Daar staat hij. Raden iets. Raden. Allebei. 30k, derde vis. Sja, jij moet als eerste raden. Hoe zwaar denk je dat hij is? Ik? Ja. Ja, maar ik heb helemaal goed. Hoe schat, alles moet je opdrukken. Ja, 20 keer. Zeg maar. Dit is samenswering. Zeg maar. Ik denk 6 kilo. Oké, okay, jij bent. Ja, ik denk. Ja, maar wat krijg ik ervoor? Nee, hier is een foto, moet je 20 keer opdrukken. Nee, maar ik kan niet opdrukken. 6,5 kilo. Ja, moet wel. Wat zeg jij, 6,2? Ja, 6,6. Wat zeg jij? Ik zeg 6,4. Nee, je kan niet zeggen. Nee, dat kan niet maken. Nee. Ja, natuurlijk wel. Ik ga 6,3. Nee, dus normaal. Nee, je hebt de 100 gram. Jawel, mag. Er moet een half kilo tussen zitten. Nee, doe even normaal. Ik zeg 6,4 kilo. Ik zeg 6,3. Nee, ik vind een half kilo ertussen moet wel moeten. Half kilo moet. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben verliefd. Oké, okay, dan zeg ik 7. Hij komt bijna. Wie? Graskuiper. Paaien de karpen. Doe nog eens. Gras denk maar, ben ik wel. 6,4. 6,4. Nee, dat kan niet. Hey, ja, heb je dat net al gemaakt? Ja. Pak hem even. Pas even voor de bomen. Oh nee. Dat gaat ook. Tja, de boom. Ja, pas nee, op, maar nee, rustig. Spult hij niet tot de vis? Ja, dat zou geweldig zijn. Ik heb geen WK. Los. WK of DK, wat was het weer? DT. Dan gaan we zitten. Nou, daar is het. Hey, de man met het net. Ja.
Dat is dan een DK knikkie. DT. Wat heb jij in je nek zitten dan? Ja, top de waars. Zuigzoen, hebben die net gehad? Nee, niet net. Even de karper. Ja. Smak aan mijn nek. Tja, hebben we nou zomaar een zuigzoen? Nee, hij begon als eerste. Jongens, houd even gezellig. 30 kaas per. Ja. Zal ik jou even vangen? Kom eens. Ja, doe. Jij bent toch al gewoon... Ja, nee! Gadverdamme! Kijk hier. Ik heb nu iets drillen top onder water. Kijk, hoe je filmt. Al die slijmen van de karp. Ja, dat weet ik. Ja, kijk hier. Hey, pas op. We zijn serieus bezig. 30k special. Ja, gadver. Je gooit het vieze karperslijm. Dit drill is wat harder, joh. Slijmerige tijgenoten in. Hij heeft alles onder jouw lijn, hoor. Ja. Wiet. Yo, wacht maar. Oh, ja, het is echt hem. Zware knop. Hij houdt de spannend. Kijk, die top ook zo laag houden en zo. En zo meteen nog verspelen. Kijk hem tikken. Waar is hij dan? 3 minuten 40 zitten we. Ja, weet je hoe die car vandaan heet? Nou? Het slangenmens. Boussiala, slangenmens. Slangenmens? Ja. Ik zou hem eerder gewoon Willem noemen of zo. Willem. Nee, Boussiala. Henk. En die andere heet Tony Kroes. Kijk, dit is normaal. Kijk hoe die trilt. Als je nou speelt, ga ik zo weer lachen, joh. Ja, maar hij is al groter dan die van daarnet. Ja, zo! Hij is best dik. Hoppa! Ja, hoor. Ik zei nog even. Sowieso 20. Ja, je ziet, dat is de Evert. Kijk. Zei het? Ja. Wow, sowieso 20. Nee, joh. Nee, dat is 8 kilo. Duimpje omhoog. Loop zuiver. Hey, rest. Bram, kan jij even de mat pakken? 30k special. Wietse, je bent het haasje. Ik denk dat ik haasje ben. Ja, hoort erbij. Nou. 9,5. 9, ja. Geen 10. Net niet, echt net Jammer. Niet. Helaas. En dat betekent... Ja, kan je zelf kijken ook nog. 9,5 en 6, zoiets. Ja. Net niet inderdaad. En dat betekent... Je kan niet vragen. Dat betekent... Maar Wiets, hé? Opdrukken. Nee, hey, kijk, dat doen we sabben. Doe maar. Nee, oké. Boe. Ah! Ja, het is helemaal slijmerig. Joh. Oké, niet schiet op. Dat is reflex. Doe ook even. Ja, kom maar. Morgen. Jij hebt een. Dan ben ik ook carbon. Kom mee, zo moet even. Lelijke bek, man. Mooie visie. De tijgercrush van tijgernetkoop.nl. Het is een uurtje of 10, half 11 misschien inmiddels. Maar ja, mooie vis, mooie drill. Weer even lekker diep. En een fotootje maken mag er weer terug. Toch wel je doel het voor, jongens. Derde vis voor het slapen gaan. Zo is dat. Lekker dus dat, hoor. Chit heb goed gevoerd. Nou, jongens, Evert mag weer gaan. Ja, doei Evert. Edwin Evert. Ik zie niks. Edwin Evert. Nee, echt? Hij wil het sowieso. Out of sight, but not out of mind. Zo is dat. Ik weet quotes. Goed. Oh, een vishand, hè? Lekker, ja. Ja, hoor. Ik zie een spiegel. Wat ja. Hey, wat nog beurt? Wat eet je allemaal, joh? Yep. Zo, die lamp is fel. Ja, we hebben weer beet. Nou, ik niet. Daniel heeft weer beet. Ik niet. Ah, dat is dan niks nieuws, shit. Ja. Dat jij blinkt. Daniel, hoe noemen we het shit, hè? Ja, de Black Mike zit op. Nee, nee, het was DW Junior. DW Junior. En wij zijn? Ze zei, kom maar. Oh, hoor ze. Zelfs de boodschappenman staat hoger. Hey, dat is een schub, ja. Deze is een grote gek. Los! Hey, los! Oh! Hey. Opdrukken. Daan, wat is gebeurd? Ja, mijn lijnen zitten door deze stok in mijn andere lijn. Zo wat. En hij is los. Ja, hij is los gewoon daarom, door de stok. Het was bijna de derde vis geweest, hè? Ja, mooi. Heb je al een keer 3 gevangen dit jaar? In 1 sessie? Ja. Denk ik niet. Praat weinig. Je hebt al 7 gaten. Zo, wat hoor ik allemaal, joh? Concert. Zo, dat. Chitter. Chit, wat doe je? Dat komt er niet aan. Doe de Suinerbox van Daniel. Joh. Is dit de Suinerbox van Daniel? Dat is een goede beat. Goede remix. Hier, maak even dansen, even dansen. Ja, hij is los. Hij is los. Lul. Ja, hij is echt los. Hij is door die tak heen. Ja. Is hij los? Hij is wel schoot. Hey, wat zijn jullie humorig? Nee, dames en heren, even zonder gollen en grappen. We staan hier. We hebben ondertussen 2 vissen gevangen voor mij. Eentje van Wiet, eentje verspeeld voor mij. Zero voor Chit. DW Junior, die staat op zero. Maar goed. Ja, nee, we gaan lekker naar het bedje toe. Maar wel gevoerd.
wel gevoerd. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Mede mogelijk maakt de chat van ja, de mooie, laten we lekker praten en lekker lullen. We gaan lekker naar bed. We gaan lekker naar bed. Voor vannacht, ik verwacht 3 visjes. 2 van mij, 1 van Wietse. En de rest dan? Oh, lief. Hoi. Yo. Hey, dames en heren. Goedemorgen. Goed, zeg Niels. Zegt Niels, is, je ziet al een beetje, maar het regent. En het gaat straks nog veel harder regenen. En we moeten opruimen. We moeten naar de fysio. Het goede nieuws is, er zitten nog 2 visjes in de zee. Daarom gekke huis. Allebei 1 om 5:30, 6 volgens mij. En zijn 2 spiegels. Ook nog eens. Ja, dat staat zeker. We kunnen dubbel een spiegelfoto maken. Hij is echt hoog. Nee. Hij is niet zo lang, nee. Nee, hij is geen 10 kilo. Eerst filmen. Hij is best hoog, hij filmt al heel de tijd. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Mooie morgen deze morgen. Mooi. 2 spiegels voor de boys. 30 kaal. Die van mij heet Florian Wit. Dankjewel. Van mij is Johan Cruijff. 30 kaal special, jongens. We zeiden het, er gaat wat speciaals gebeuren. Ja. Zie je maar. Zij scheidt het echt uit, kijk. Ja, kijk eens, de bloedworm. Is dat niet van hier of niet? Nee, niet eens. De bloedworm, jongens. Het voeren helpt. Het voeren helpt. Het voeren helpt. Tijgenootkopen.nl. Die heb je 2 dagen gevoerd en heb zelf niks gevangen. Nee. Wij zijn de profiteurs. En wat zouden wij hier een kilootje of 8 wegen? Voor mij niet eens de helft. Hey, broer, zus. Kusje. Oké. Fotootje. Kijk, het lekker hebben. Theo, daar gaat ie. Willem is van spoor. Willem is van spoor. Gaat er vandoor. Hey. Lekker bezig. Yo. Ewa. Tijdens. Jongens. Het is tijd komen en tijd verhaal. En wij gaan. Vond je nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. 30k, dankjewel. 30k jongens, het is geweldig. Met tijd, maar we zijn er. En goed gevangen vandaag. Bijna goed gevangen vandaag. Wietse ook goed gevoerd door DW Junior. Hey, hou je bek. En abonneer voor meer. Like hem. Duimpje omhoog voor DW Junior. En we zien jullie volgende week. Hoi. Adios.